Trying to fight the demons in my mind. I'll prevail with every battle if I'm right. Guess my aim was off the target's out of sight. Would I be better if I left it all behind? 'Cause we could. Welkom bij de eerste aflevering van de FIFA 23 Manchester United Career Mode. Vergeet niet om een duimpje omhoog achter te laten, abonneer als je nieuw bent en belletje aan. Oké, we gaan eindelijk Europa in. Eigenlijk was ik al in Europa, want we hadden natuurlijk de Glory Hunter Career Mode. Helaas is die geflopt, dat vind ik heel jammer, maar het is niet anders. Erik ten Hag is de coach van Manchester United. En hij had een wankelende start bij Manchester. Ik heb het over real life, hè. Hij had een wankelende start bij Manchester, maar nu... Hij is gearriveerd, man. Dus we gaan beginnen. We gaan eerst even kijken naar het budget. Het budget is niet normaal, man. Het budget is 243 mil. De Premier League is de Super League, my guys. Oké, dus we hebben genoeg geld om mooie dingen te doen op de transfermarkt. Dit zijn de 11. De Gea, Shaw, Martinez, Varane, Dalot, Casemiro, Eriksen, Fernandes, Sancho, Rashford, Anthony. Ik ga je meteen vertellen waar ik niet tevreden mee ben. Sancho ben ik niet tevreden mee. Met name omdat hij zijn snelheid kwijt is geraakt. Kijk, versnelling 82, sprintsnelheid 76. Dat vind ik gewoon echt bizar. Hij was vrij snel, maar in bijna één jaar tijd is hij bijna alles kwijtgeraakt. Begrijp me niet verkeerd, Eriksen vind ik een hele goede speler. Maar als wij de Prem willen winnen, als wij de Champions League willen winnen, moeten wij een betere middenvelder halen voor op die positie. Waar ik me eigenlijk wel zorgen om maak. Trouwens, we hebben Weghorst. We zetten hem meteen op de bank. Waar ik mij wel zorgen om maak, is de bank. We hebben... Ja, we gaan even alles sorteren, want anders kan ik het niet goed zien. Kijk, Malasia, Wan-Bissaka, we hebben ook natuurlijk Martial ga ik verkopen, want we hebben ook weg. Kijk, als je Weghorst haalt en je hebt dan Martial, weet je, wat doet Martial nog bij Manchester United? McTominay. Even kijken, wie hebben wij nog meer? Williams, nog niet klaar voor. Even kijken, ik ga even sorteren zoals ik dat graag wil zien. Ja, oké. Okay. Balestri, Donny. Fred, ik ga je. Ja, oké. Okay. We gaan het vast. Tuan Zebe. Gaat hierheen. Elanga. Weet je wat ik ook zit te denken? Ik wil eigenlijk niet spelen met spelen zonder een echt gezicht. Want dat ziet er gewoon niet uit, weet je. Ik denk dat ik het eventjes zo ga laten. Dan gaan we even kijken naar de spelers die we gaan verkopen. Want we hebben een lijstje. Dit is het lijstje. Phil Jones, Fred, Martial, Elanga, Shortire. Ga ik het doen? Nee, ik doe gewoon Zidane, want ik wil bijna nemen. Savage, McNeil, Maino. Hebben ze een nieuw contract gegeven in het echt. Maar ja, kijk, 17 jaar, 61 algemeen. Nee, Pelestri heeft geen echt gezicht. Ik... Kan niet, man. Ik bedoel, dat gezicht valt nog best wel mee, maar die van, waar is hij? Elanga, toch? Kijk dit. Hou maar op. Lol. Even kijken, dan hebben we als laatste hetzelfde probleem voor Garnacho. Ook in echt gezicht, weet je. Ik bedoel van, vind ik gewoon jammer. Oké, dan gaan we even terug naar het elftal, want ik wil eventjes een paar dingen duidelijk maken. Kijk, we hebben dus Shaw en we hebben Malasia. Maar Malasia heeft geen echt gezicht. Dat vind ik gewoon, weet je, dat vind ik gewoon minder. Ik moet gewoon wel eerlijk met jullie zijn, weet je. Dus ik weet het nog niet. We zien het wel. Maar Martinez, Maguire en Lindelof, dat zijn de backups. Butland, Dalot en natuurlijk Wan-Bissaka, Casemiro, McTominay, juist. Eriksen. Kijk, middenveld hebben wij al een probleem. Want we hebben natuurlijk Fred. Gaan we verkopen. Donny van de Beek. Ja, oké. Maar dan hebben we nog Fernandes. We hebben ook een backup nodig voor Fernandes. Dus daar moeten we ook aan de slag. Anthony. En niemand voor achter Anthony. Rashford. Weghorst. Sancho. Ja. En Langa. We moeten beter, man. We zijn Manchester. We moeten gewoon beter. Dus we moeten een paar spelers gaan halen. Ik heb al een lijstje. En jullie hebben de thumbnail al gezien, bro. Dit is het voorlopige lijstje. David Neres voor achter.
Anthony, dat wordt een heel mooi duo. En Koenke wil ik gaan halen voor op het middenveld als vervanger van Eriksen. Eriksen wordt dan een bankspeler. Dan hebben we weer een bank. Oké, wacht even. Gakpo wordt onze nieuwe linksbuiten. Eigenlijk was hij al op de radar van Manchester. Ik weet niet wat er is fout gegaan. Maar Gakpo gaan we gewoon kopen, jongens. Hij wordt ook een beetje uitgelachen nu al door de fans van Liverpool. Dat vind ik gewoon zwakjes. De eerste wedstrijd dat Gakpo gaat spelen voor Manchester United tegen Liverpool gaat hij vlammen. Wacht even, we hebben een paar mailtjes. Dit is niet wat ik wil zien. Ik wil even kijken. Hebben we een, want eigenlijk... Weet je? Wow. Low. Cameron Low. 5-star skiller. Zwakke been 5 sterren. Oké. Wacht even. Snelheid. Mooie snelheid. Oké. Ben je dan een vleugelaanvaller of ben je wat anders? Ben je wat anders? Ik denk dat hij wel een vleugel... Wow, afmaken 73 af. Afstandsschot 76. Balbeheersing 71. Schotkracht 82. Bro, we gaan hem promoveren. Hij heeft nog wel wat tijd nodig. Doelstellingen, we gaan even kijken. Jeugdafdeling, contracteer minimaal 3 spelers jonger dan 20 jaar. Met een potentieel dat groter is dan de gemiddelde algemene beoordeling van de huidige spelers op dezelfde positie. Naamsbekendheid. Oké, deze twee zijn kritisch, hè. Dus deze moeten we wel op gaan letten. Trouwens, deze twee ook, want dat is hoog. Oké, we zien het wel. Naamsbekendheid, haal een winstreeks van 5 wedstrijden zonder tegendoelpunt in uitwedstrijden in de competitie. Lange termijn, teken binnen 3 seizoenen 4 van de beste spelers ter wereld. 82 plus algemeen. Financieel is niet belangrijk, dus ja, dat laten we ook gewoon zitten. Succes thuis. Haal de Champions League voor volgend seizoen. Dat vind ik sowieso een goede. En FA Cup win de beker. Ja, weet je, we zijn Manchester United, weet je. Internationaal succes. Europa League. We moeten hem winnen van het bestuur. Maar we hebben wel het elftal, hoor. Oké, het eerste wat we gaan doen natuurlijk. We gaan Cody Gakpo kopen van Liverpool. En hij kost best wel veel. Tussen de 72 en 90. Maar we hebben geld. Maar ik bedoel van, ik had het niet verwacht, man. Want Liverpool heeft hem gekocht voor 40 plus of zo. Toch 45, weet ik veel. Zoiets, ja. En hij kost gewoon hier, wauw. Oké. We beginnen met 60 mil voor Cody Gakpo. Van Liverpool, 23 jaar, 83 algemeen, daar hebben we... Wat? Rashford? Jullie zijn niet goed. We gaan naar 65 mil voor Cody Gakpo. We zijn gegaan van 60 naar 85? Nee. We gaan naar 70. Spanning staat op... Ik ga het gewoon proberen. Het gaat hem denk ik niet worden, want 85 naar 70 is 15 mil. Ze nemen hun tijd. Het is misschien mogelijk. Oké, de volgende speler is Christopher Nkunku. Hopelijk hebben wij genoeg geld. 102. Tussen de 102 en 128. Dat zijn bedragen, man. Dat zijn echt de bedragen. We beginnen natuurlijk gewoon met 100 mil. 100 mil voor Nkunku. Van Leipzig. Wat? 102. Ah, dat vind ik een mooie deal. Om er een klein beetje achter te komen wat je moet betalen qua salaris. Kijk, je kan dan gaan naar delegeren. Kijk, en dan staat hier tussen de 160 en 260. Dus dan weet je dat een klein beetje onderhandelen. Dus tussen de 160 en 260. We gaan het zien. Cruciale rol. Tuurlijk. Begrijp ik. We gaan wel een camp van je maken, hè. Dan weet je dat. 4 jaar. Gaan we ook mee akkoord. Geen afkoopclausule. Vinden wij netjes. Komen jullie met het bedrag? We gaan even kijken. Of moeten wij dat doen? Hopelijk komen jullie met het bedrag. Ik denk eerlijk gezegd niet zoveel. Nee. Oké. Tussen de 160. Oké. Wat ik dan ga doen. Lastig, maar ik zeg gewoon 200k. Tekenbonus 500k. En 86 algemeen eigenlijk, hè? Hij is akkoord gegaan. Hij is binnen. We hebben onze eerste speler binnen. We hebben ons... En deze man heeft een potentie van een... Ik weet het niet eens meer. 89 of zo? Dit is even wat anders, man. De nacht trouwens met een echt gezicht. In het begin van FIFA 23 gaat hij dat nog niet. Casemiro! Nu vraag ik me af, hè. Was de prijs goed? Mooie prijs. Mooie prijs, jongens. Eriksen op de bank. Voor Nkunku. Wacht even, wat ben je? Hier, Nkunku. En dan moeten wij wachten op Gakpo. We hebben niet genoeg geld voor Davido Neres. Want... Nee, we moeten even wachten dan. Want ja, het zou wel kunnen, hè. Gakpo kost misschien 70... Ja, we hebben genoeg, man. We gaan terug. Davido Neres, jongens. Even kijken. Tussen de 34 en 43.
dit zijn waarschijnlijk ook de enigste aankopen van dit seizoen. Want weet je, we hebben al een heel mooi elftal en ik wil er niet te veel veranderen, weet je. Maar we hebben natuurlijk wel een vervanger nodig voor Anthony. En Davide Neres heeft ook een echt gezicht. Prachtig, man. Wacht even, hoor. Nu ben ik het bedrag kwijt. Was het 43 of 34? Ik begin met 30. Nee. Ik begin met 34. Want ik weet het niet meer. 34 mil voor Davide Neres. Ik denk misschien te veel. Ik denk... Ja, oké, okay, maar ik vind het op zich 80. En hij heeft nog een potentie van een 83 volgens mij. Dus niet zo heel erg. Even kijken hoor. Delegeren tussen de 99 en 140. Oké. Okay. Davide Neres en Ten Hag worden herenigd. Rotatie, dat is de bedoeling. Even kijken, contractduur 4 jaar. Salaris 99 en 140 of zo, zoiets toch? Wat? Hij wil maar 2 tegenwoordig. Oké. Okay. Doe 5. Dan 2, wacht even, tegenwoordig 3. Hij gaat akkoord. Afkoopclausule negeren. Moeten wij weer? Ja, wij moeten doen. Oké. Okay. 100k. Tekenbonus 250. Wat vind je van dit bord? Weet je hoeveel je gaat verdienen, Neres? Kom op, man. Ik wou net zeggen. Davide Neres is nu een speler van Manchester United, mijn guys. En ook Davide Neres is gearriveerd. Bij Old Trafford. Dit zijn gewoon mooie beelden, man. We hebben nog één transfer te gaan. Dat is natuurlijk Cody Gakpo, onze nieuwe linksbuiten. Niet tevreden zijn wij over Jadon Sancho. Ook in het echt. Ze praten wel over Anthony als flop. Maar niemand praat over Jadon Sancho. Snap je wat ik bedoel? Niemand praat over Sancho. Hou maar op. Wat vinden jullie van het bedrag dan? Een aatje. Hey, we zijn lekker bezig, man. Wat is dit? We hebben je aanbod voor Cody Gakpo bekeken en we aanvaarden je voorwaarden. 70k. 70k. Prachtig. Oké, okay, delegeren. Even kijken. Tussen de 125 en 200. 70. Zeg 70k? LOL! Ik bedoel de 70 mil, hou op. Luister dan. Ik ben nu vergeten. Salaris tussen de wat en wat? Hij verdient al 130, dus tussen de 130 en 200 was het zoiets. Rol in de ploeg. Rotatie, ik denk belangrijk. Maar we gaan gewoon kijken. Ja, dacht ik wel. We moesten het wel even proberen, weet je. 5 jaar gaan wij mee akkoord. Geen afkoopclausule. En zij zeggen 120 tegenbonus 1.1. Speel de wedstrijden per 5,5 mil. Dus hij gaat iets minder verdienen qua salaris. 10k minder. Maar hij wil dus per 5 wedstrijden een halve mil. Liverpool. Maar ja, ik zit te denken. Kijk, we stelen hem wel een klein beetje van Liverpool. Dus dat, ja, dan moeten wij dit wel gaan accepteren. Het is wel veel geld. Maar ja, we hebben veel geld. We gaan akkoord. Liverpool is wel echt gierig, man. Want dat heb ik niet eerder gezien. Per 5 wedstrijden. Niet per 10. Niet per 15. Per 5 wedstrijden een halve. Ja, het is omdat we Manchester United zijn, we hebben dat geld, maar het is best wel veel, man. Dit zijn de beelden die wij wilden zien, ik weet het. Cody Gakpo, speler van Manchester United, mijn guys. Juist. Casemiro, kan je niet wat anders aantrekken? Laat maar zitten. Bruh. Was dit een mooie prijs? Ja, we doen wel echt zaken, man. We doen goede zaken. Sancho op de bank, Gakpo, maar dat betekent, kijk, de bank begint. Zie je, kijk naar de bank nu. Kijk naar de bank. Davide Neres. Dit is al lastig eigenlijk. Hè. Dit is eigenlijk al lastig. Weghorst, Neres, Eriksen, McTominay. Even kijken. We hebben dan... Ja, dit is lastig, man. Dit is... Ja, maar we gaan het wel zo laten. Eigenlijk vind ik het goed zo. Ik moet nog één iets doen. Want, zoals ik al zei, kijk. En Nkunku wordt onze cam. En natuurlijk duurt het maar 2 weken, want hij is een cam. Oké, dit zijn de nieuwe rugnummers voor het aankomende seizoen. De Gea 1, Shaw 2, Martinez 3, Varane 4, Dalot 5, Jones op 6. Bro, Casemiro krijgt 6. Opnieuw. Casemiro 6, Gakpo 7, Fernandes 8, Anthony 9, Rashford 10 en Nkunku 11. Dat zijn de rugnummers voor aankomend seizoen. Dan kunnen we eindelijk kijken naar het schema, want we hebben natuurlijk het vriendschappentoernooitje, die gaan we gewoon skippen. Even kijken. We beginnen. Oh, Arsenal is de eerste wedstrijd. Dit is de Prem. Dit is prachtig om te zien, man. Oké, dan hebben we Arsenal, Aston Villa en Leeds United als eerste wedstrijden van dit seizoen. Kijk, dit is wat ik wil zien. Oké, hij is dus nu een centrale aanvaller. We gaan hem een cam maken. Gaat zijn algemeen omhoog.
Oké, de topper tegen Arsenal gaat bijna beginnen. Ik ga eventjes laten zien wat ik tot nu toe heb gedaan. Dit is wat United tot nu toe heeft gedaan. Joost naar Galatasaray voor 1.9. Pelestri uitgeleend aan Fenerbahce met optie tot koop. Gakpo hebben wij gekocht. Davido Neres hebben wij gekocht. En Nkunku. We hebben op zich niet heel veel verkocht. Maar ja, bijna alle transfers worden afgebroken. We gaan het opnemen tegen de nummer 1 van de competitie in real life, Arsenal. Eerste wedstrijd. The new Premier League season only moments away. But which team will stamp their authority today? We will soon find out. All the action coming up next. Don't go anywhere. De Premier League is sowieso de moeilijkste competitie om te winnen, dus we gaan het zwaar krijgen. We hebben een paar mooie transfers gemaakt, niet veel, dus ik vind het wel realistisch. Een van de transfers is Nkunku, de middenvelder, de cam. Maar kijk, Martinelli, Saka, ja, weet je, ik bedoel van, dat elftal is heel goed bezig, maar in het echt sowieso. Hier hebben we Ten Hag, mooie beelden man. Hij doet het wel goed hoor, in de Prem. We gaan kijken, dit zijn de 11 van Manchester United. David De Gea, Dalot, Varane, Martinez, Luke Shaw. Op het middenveld Fernandes, Casemiro en Nkunku. En voorin Anthony, Rashford, Gakpo. Dit zijn de 11 jongens. Dit zijn de 11 die het moeten gaan waarmaken de eerste wedstrijd van het seizoen. Tegen de nummer 1 van de competitie in real life, Arsenal. Dit zijn de 11 van Arsenal jongens. Ramsdale, Tomiyasu, Saliba, Gabriel, Sinchenko. Saliba nog steeds geen gezicht. Odegaard, Porti, Saka, Jesus, Martinelli. Wat een elftal. Smith Rowe op de bank en Ketja op de bank. Wat een kwaliteit, man. Maar we spelen thuis, hè. We spelen thuis. De wedstrijd is officieel begonnen, jongens. De Prem is officieel begonnen. Casemiro. Overname. Daar hebben we Gakpo. Gakpo moet eigenlijk naar voren. Dat doet het niet. Probeer het maar even. Probeer het maar even. Dit kan het begin van iets moois zijn. Vooraan. Hier is Anthony. Rashford. Nkunku, sorry. Anthony. Ah, hey! Oh! Hey, we zijn lekker begonnen, man! Jammer, Anthony. Hey, Gakpo. Sorry. Dat doelpunt van Gak is gewoon domgoed. Juist. Casemiro, sowieso. Cody. Cody Gakpo is er langs. Doe je goed. Casemiro, kan jij... Cassie! Oh! Ze zijn heel lekker begonnen. Dit was bijna een assist voor Cody Gakpo. Ramsdale was wel in de buurt. Moet ik wel heel eerlijk zeggen, hij was wel in de buurt. Maar ze zijn wel beter aan het voetballen dan Arsenal. Daar gaat hij. En Nkunku. Rest. Hé, hey, ik drukte ook op schieten. Nu wordt het lastig. Anthony, Anthony! Ah, hij blijft binnen. Hij blijft binnen. Oh, we moeten nog een keer scoren, jongens. Want ik weet, één aanval van Arsenal en het is klaar. Arsenal heeft eindelijk balbezit. Einde van de eerste helft. Wat zou toch niet waar zijn? Dalot. Nee. Hey. Maar hij kan alsnog schieten als hij het... We hebben het wel overleefd, maar dit is wat ik bedoel, hè. Mooi gedaan. Cody. Wat? Voordeel, blijf te lang hangen. Dit moet van ons zijn. Dalot, kan je die winnen? Hoezo verlies je die? Varane. Daar gaan we dan. Laatste aanval. Anthony. Rashford. Oh. Bruno! Oh! Einde van de eerste helft. Wat een gruwelijke. Nee, want het is pas 1-0. Maar oké, we staan wel voor. Maar 1-0 pas, man. We zijn begonnen, jongens. Tweede helft. De Prem. Eindelijk een buitenlandse club.
Eindelijk kunnen we spelen met de internationale sterren. En ik weet, we hebben Gakpo, ik weet het. Au. Rashford. Zo, Saliba. Jongberg. Ja, Arsenal-legende. Jongen. Slechte paas van Bruno. En zoals ik al zei, 1-0. Wie is dat? Dalot. Sliding. Ah, dat is te laat, hè. Oh, we overleven dat weer ter nauwe nood. Zag je dat? Gewoon soms, hè. Maar we hebben het weer overleefd. Wat een aanval van Stotter. En toen toevallig nog een klein beetje tegen. Op de bal vooraan. Ah man, we spelen lekker man. We gaan naar de andere kant. Cody. Waar ben je? Cody is er langs. En Kunku. En Kunku. Cody recht op de keeper. Wat? Gakpo. Nee, Gakpo. Die schaar moest naar links gaan. Lekker verdediging van Shaw. Cody komt er niet tussen. Ah! 1-0 tegen Arsenal. Geef hem een klein... Ah! Pijnlijk geslagen. Oké. Zie je die sliding? Kijk wat hij doet. Nee! Nee! Wat? Een van de beste keer. Gelijk maken van... Oh, had ik je niet gezegd? Eén... Het is altijd hetzelfde. Maar De Gea, dat is... We hebben... Het is De Gea. Dit. Ja, oké. Okay. Ik bedoel, het zou kunnen, weet je. Nou ja, ze hebben het gewoon gedaan. Ze hebben het wel gewoon gedaan, hè. Ja. Zou het nog kunnen. De overwinning, ik heb geen idee. Hey! Dat kan niet. We zijn de balk en Kunku met de hele... Rechtsbuiten. Ik zag het al. En Kunku met de hele rare paas. Hoe dan? We gaan gewoon verliezen, wat? Hoe komt die paas er tussendoor dan? Ik wil kijken naar de herhaling, want ik snap het niet. Hier, we blijven ervoor. Varane reageert niet. De Gea. Ah, oh, De Gea. En Kunku gaat hem. En Kunku. Nee, onze bal, Skies! En Kunku verliest gewoon twee keer de bal. We verliezen met 2-1 voor Arsenal thuis. Onze eerste nederlaag is een feit. We beginnen net als Ten Hag in real life. We beginnen gewoon slecht. We verliezen van Arsenal. We stonden voor met 1-0. Het doelpunt van Cody Gakpo. Mooi doelpunt, maar het telt niet. We hebben gewoon... Laat me kijken naar de feiten, oké? Okay? 4 keer. 2 keer gescoord. 10 keer. 10 keer. Bruh. 10 keer geschoten, 1 doelpunt. 10 keer geschoten, 1 doelpunt. We hebben... Ik heb Rashford helemaal niet gezien trouwens. Kijk, dit is wat ik bedoel. Alles wordt afgebroken. Arsenal. Okay. Ajax wel Martial, kijk. Maar ook deze is afgebroken. Alles, bro. Je kan niet eens iemand verkopen. Weer. Nog een keer. Accepteren. Oké, de volgende wedstrijd is tegen Aston Villa. Laat ik even kijken, want ik... moet even kijken naar de tactieken. Druk naar fout. Nee. Gewoon balanceren. We gaan veel breder verdedigen ook. Ietsjes breder, sorry. Langzame opbouw. We hebben snelle spelers. Balbezit. Aanvallende loopacties. We gaan het even veranderen. Spelers in de 16. We gaan even de druk opvoeren. Meer spelers in de 16. Volgende wedstrijd is tegen Aston Villa. Deze moeten we gewoon winnen. All eyes on Bruno Fernandes. 3 goals in his last 3 games. He's in sparkling form. We'll have the action on EA TV. Ah man, we stonden gewoon voor tegen Arsenal. Dat is gewoon te mooi om waar te zijn. Dat doelpunt van Gakpo.
En daarna was het klaar. Zoveel kansen gecreëerd. Arsenal wint de wedstrijd. Ongestolen. Martinelli. Dit is de wedstrijd tegen Aston Villa. We zijn op bezoek. En zoals je kan zien, ze hebben Bailly. Ze hebben Coutinho. Ze hebben ook een paar goede spelers, man. Daar is Den Donker, de Belg. Weet je? En een paar goede. Is dat niet de spits van Leverkusen? Ik ben vergeten hoe hij heet, maar dat is de spits van Leverkusen, toch? Oké, dus eventjes. Rashford moet gaan presteren en Kunku moet gaan presteren. Die twee wil ik graag zien. Dit zijn de elf van Aston Villa. Martinez, Cash, Carlos, Minks en Nakamba, Den Donker, Bailly, Coutinho, voorin, Sotoka. Shit, ik wist het. Schick. Even kijken, wie missen wij? Digne. Cash. Oké, dit zijn de elf. Spelers in de 4-4-2. Nee, man. Dit zijn dezelfde elf. De Gea, Dalot, Varane, Martinez, Shaw. Op het middenveld, Fernandes, Casemiro en Kunku. Voorin, Anthony, Rashford, Gakpo. Rashford en Kunku moeten meteen presteren in deze wedstrijd. Want, weet je, we hebben het over de Prem. We hebben Nkunku gehaald voor 102. Rashford in het echt doet het goed. Shaw sowieso doet het goed. Gakpo heeft gescoord, weet je. Ik bedoel, hij laat het wel zien. Gele kaart, hè? Waarom zo smerig dan, Sotoka? Mooi. Nkunku! Oh, eerste kans van de wedstrijd voor Nkunku. Geen doelpunt net naast. Niet eens op doel, maar dat is wel een goed teken. Want we hebben ook de tactiek veranderd, hè? Daar hebben we de beruchte keeper, hè, van het WK. Hey, bijna had hij de bal. Hoezo kan hij alsnog de perfecte paas geven dan? Gaan we dat echt doen vanaf wow! Maar ja. Hey, win hem dan, Anthony. Hey! Geen... Bizar. Daar gaat Anthony. Waar is je sneller? Doelpunt! Schiet! Ah, dit is bizar, man. Rashford. Oh, Rashford, my guy. Bal kwijt. Aston Villa aan de bal. Waar is wie verdedigt? Dalot verdedigt gewoon mee. We staan achter met 1-0 tegen Aston Villa. Is er nu al crisis bij Manchester United? Want dit is niet goed. Waarom doe je dit, Coutinho? Doe normaal. Lol. Daar, hij loopt open. En aan de andere kant loopt hij vrij. Dalot en Shaw. En Kunku! We kunnen gewoon eens. Hij wint. We komen er echt bizar goed uit. Precies. Dit is wat ik wil zien. Rashford! Gelijk maken, man. Wat een run van Anthony. Eindelijk, Anthony! Eindelijk! Bro, zag je die run? Zag je die snelheid van Anthony? Ja, precies dat is wat we nodig hebben, man. Precies dat is wat we nodig hebben. Niemand komt in de buurt van Anthony. Ook Rashford is zo snel. Ik had niet verwacht dat hij zou scoren. Gakpo had ook nog eventjes aangespeeld kunnen worden. Eerste helft is voorbij. 1-1 tegen Aston Villa. We hebben het zwaar. Maar ja, we staan tenminste op gelijke hoogte. Naar wie paas je? Je moest hem... Moest wel. Ik had geen keuze. Bro? Wat? Geen kaart! Ha! Wauw! Varane. Zo irritant, hè? Dat ze die bal zo bij zich houden. Wat kan ik hier tegen doen dan? Rustig, Anthony. Ach, Anthony! Oh, man! Nkunku! Gakpo! Hé, dan wil ik kijken, want als dat hands is, ik ga echt...
Dat is hands. Penalty. Anders gaat boos worden. Oh my god! Zie je wat er gebeurt met script? Anthony. Dat schot. Die gaat er ook. Ja, oké. We gaan wat anders doen. Was hands, hè? Maar dat is best wel. Rashford, die gaat er ook af, man. Wat weer goed. Gakpo. Jadon Sancho heb ik niet eens meegenomen. Dat zegt al voldoende. Voor de rest kunnen we niemand wisselen, want ik heb niet de spelers meegenomen. Was ook bij het spel. Bal. Ik had. Druk van Aston Villa. Nee! Ah man! Hoezo Aston Villa? We gaan gewoon gelijk spelen tegen Aston Villa. Nee! Ze pakken de hele tijd die bal af! Want ze gaan spelen. Gelijk tegen Aston Villa. We spelen gelijk. Het was gewoon een penalty. Ik vind het zo slecht gedaan, man. Kom op, man. We gaan even kijken naar de feiten. Ja, Aston Villa ook 7 keer geschoten. Dus. Maar dat was gewoon een penalty. Ik heb het gewoon laten zien. Gakpo zou scoren. Maar die speler houdt die bal tegen met zijn hand. Geen penalty. Hens staat sowieso aan. Manchester United heeft nog niet gewonnen in de Prem. We gaan naar de laatste wedstrijd. Fred is verkocht aan Arsenal. Arsenal wil. De laatste wedstrijd. Dag het Fred, doei. De laatste wedstrijd is tegen Leeds United. We krijgen aanbiedingen, maar het wordt toch, weet je, niks doet het gewoon. Weet je? Even kijken. Valencia, accepteren wij. Oké, laten we het positief bekijken. We hebben onze eerste punt binnen. Dat is alles, oké? En ik wil het eigenlijk niet doen, maar ik ga het doen. Rashford, ik heb je gewoon niet gezien. Weghorst, je moet me helpen, man. Want we hebben een probleem. Ook en Nkunku. Weet je, valt gewoon tegen. Eriksen, je krijgt even de kans. Ja, dat zijn gewoon wel goede spelers op de bank nu, hè. Rashford, pas aan 83. Oké, en Nkunku 87, gewoon op de bank. Ja, we hebben geen keuze. Well, this is the kind of match every football fan looks forward to. A lot on the line and the likelihood of a tension-packed occasion. Stay with us, we'll have all the action for you from Manchester here on EA TV live. Eén keer verloren, één keer gelijk gespeeld. Kunnen we dan nu eindelijk onze eerste wedstrijd winnen? Ik ben aan het nadenken, man. We hebben een Nkunku gehaald voor 102. Gakpo voor 70. Wie was die andere speler? Hebben we nog Davido? Ja, oké, maar dat is een bankspeler, maar. Het werkt gewoon niet, man. Rashford in de spits. Die is, man. Misschien moeten we eventjes toch. Ik weet niet. Sowieso Rashford op de bank. Woutje, Weghorst in de. En trouwens, hij heeft een echt gezicht nu. Weghorst, dat is sowieso gruwelijk. Eindelijk. Den Haag, kom op, my guy. We moeten gaan vlammen nu. We moeten wel. We hebben maar 1 punt uit 2 wedstrijden. Dit zijn de 11. Zelfde 11. Nee, niet zelfde 11. De Gea, Dalot, Varane, Martinez, Shaw. Shaw speelt goed. Fernandes. Casimiro, Eriksen, Fernandes valt ook tegen Anthony, Woutje Weghorst, Gakpo. Dat zijn de 11 op de bank, dus Rashford en Nkunku. Dit zijn de 11 van Leeds United. En ze hebben een goed team. Robles, Manquillo, Cooper, Koch, Dallas. Robin Koch is toch een Nederlander? PSV. Florentino, die andere zag ik niet. Harrison, Sinisterra, Rutte. Ik heb die naam verkeerd gezegd. Aronson. Hou op, we gaan beginnen. Hij kan er nog steeds die passes geven. Gakpo. Cody. Modder. Doe het goed. Anthony. Anthony verliest de bal. Scheidsvlij maar af, man. Vlij maar af. Het lukt voor geen ene meter. 4 keer geschoten en we. Met Wout Weghorst lukt het ook niet. Wat gaan we doen dan? We hebben het zwaar, man. Begin van de prem, hè. Dus ja. Hopelijk komt het goed, maar ja. Zo, ze passen hem echt goed, hè.
Dit is wat ik moet verdedigen. Hij raakt hem aan. Mosquita! Mosquita! Trugo! Ja, ga maar door! Loop naar Den Haag dan, daar! Ik weet niet wat er aan is met de speelzone, man. Bruno, hij heeft het niet. Ik bedoel, we zijn niet eens beter, man. Ik ben gewoon niet tevreden. We gaan wat doen, want Woutje Weghorst heb ik helemaal niet gezien. Weet je? Rashford, Eriksen valt ook tegen en Kunku. Donny? Ja, maar nee, man. Donny, nee, man. We gaan het zo laten. Mooi doelpunt wil van Bruno Fernandes. Maar ja, 1-0, hè. Het staat pas 1-0. Dit zijn de wissels, jongens. Bruno Fernandes met zijn eerste doelpunt in de competitie. En Kunku en Rashford komen erin. Daar zijn ze. Wout Weghorst, Eriksen. Mogen het veld verlaten. De Manchester United fans zijn blij, je hoort ze. Nee, dit is toch niet eerlijk, bro. Lol. Die slijding was oké, prima, weet je. Dat gaat niet, maar dit. Hij valt en hij valt en niet. Bruh. Gele kaart, minimaal. Ik weet niet meer. Dat is Florentino. Ja, oké. Kom op, laatste kans. Casimiro! Casimiro, wat doe je nou? Oh man, het is bizar, bro. Casimiro geeft zo zwaar. Ja, dat doe je niet, bro. Ik ben echt teleurgesteld, man. We hebben nog steeds niet gewonnen, man. Ah ja, oké, we hebben niet verloren, maar ik dacht echt. Laatste wedstrijd, Leeds United, we winnen. We spelen gewoon gelijk. We gaan even kijken naar de feiten, even snel. 3 keer geschoten, 1. Bizar. Bizar gewoon. Meteen gewoon naast doelpunt. Dit is duidelijk de Premier League, man. Dit is gewoon echt duidelijk de Premier League. We hebben gewoon nog steeds niet gewonnen. We hebben 2 punten uit 3 wedstrijden. 2. Elanga is verkocht. 2 punten uit 3 wedstrijden, man. Dat is toch bizar, man. We staan gewoon op plek 16. Broski, hartstikke bedankt voor het kijken naar deze aflevering. Vergeet niet om een duimpje omhoog achter te laten. Abonneer als je nieuw bent. En belletje aan. En Mautski. I'll prevail with every battle if I'm right.